Wij zijn belast met verkeersomleggingen en de goede orde van het verkeer en escortewerkzaamheden. Op 2 juli zijn er al activiteiten. Ter UNR van maart is er een primloop waar ook bepaalde mensen aan zullen deelnemen, CARICOM mensen. De conferentie zelf is op zondag 3 juli in het High-Rise gebouw. Daar zal er ook omgelegd worden, maar de verschillende omleggingen komen later op de dag via radio en televisie. Ik ken ze niet zo uit het hoofd, omdat het ook zal gebeuren op 4 en 5 juli. Dat zijn allemaal activiteiten in verband met CARICOM. En kunt u alvast beginnen te vertellen wat er morgen gaat gebeuren? Morgen gaan we alleen maar escortewerk doen. Er zijn nog geen activiteiten voor 1 juli gepland. Anders dan op het plein en de normale activiteiten. Wat gaat er op het plein gebeuren? Er zijn, ik neem aan, CARICOM-activiteiten, jeugd, CARICOM. Maar daarmee zijn wij niet belast. Dus als u wil weten precies wat er gaat gebeuren, zou u met meneer van Buitenlandse Zaken. Ja, maar ik heb het over het verkeer dat omgeleid gaat worden. Oh, nee. De omlegging zal gebeuren op 1 op 2 juli. Dan wordt de omlegging in stand gelegd. U heeft zeker die oude bekendmaking en zijn bijstellingen gepleegd. En u kent die bijstellingen niet? 2 juli, 00 uur, dan gaat de omlegging in tot 7 juli. Ja. Dan gaan we omleggen aan Rondgrote Combi, Rietbergplein, Roosevelt-Kade Grote Combi en Leensteek, Sommersdijkse. En dat is vanaf de avond van 2 juli tot en met 7 juli, een week lang bij wijze van spreken? Ja, dat klopt. Non-stop? Non-stop. Wat verwacht u dan van het verkeer, meneer Burleson? Dat men zoveel mogelijk zich houdt aan de regels die gegeven zijn door de politie. Bestemmingsverkeer zal wel toegelaten worden, maar hou rekening, er zal een zware controle op de verschillende posten zijn. Want? Veiligheidsoverweging. Ja, en dan is er ook nog een verkeersomleiding in de buurt van het Assyria-gebouw. En dat is op zondag alleen? Dat klopt, dat is op zondag alleen. Zondag 6 uur tot, ik denk, 12 uur 's avonds. Met 6 uur bedoelt u 6 uur 's morgens? 6 uur 's morgens. Moet niemand zich daar in de buurt begeven? Nee, niemand. En dat is de Lachmondstraat? Ja, voorlangs. Het SLM-gebouw, om het zo gemakkelijk mogelijk uit te leggen. En daarna vanaf Albertlaan, Ricolaan. Ja, dus wat adviseert u de weggebruikers? Dat men gebruik maakt zoveel mogelijk van de Lararoekweg en de Duisberglaan. Ja, dat is dus zondag en de rest is geconcentreerd in de buurt van Torarica. Dat klopt, dat klopt. Er zijn wel 2 andere aparte activiteiten. Op 5 juli, als ik het zo uit het hoofd ken, zijn de activiteiten bij de Botanische Tuin. Die bekendmaking komt later ook uit. Dus daar vragen we de mensen om gebruik te maken van de Aaronstraat naar de Tourtonnelaan. Niet van de Letitia Frieselaan. En dat is misschien voor 4 uurtjes. En waar is de Botanische Tuin? Letitia Frieselaan. Oké. Okay. De bloementuin, dat van mij, orchidee of... Oké, okay. Ja. En nog 1 activiteit, zei u? Die vindt binnen de omlegging plaats. Er is een... Een 1 kilometer loop door de verschillende deelnemers aan de activiteit. Ja. Nou, ik denk dat we voldoende weten. En die bekendmakingen specifiek, concreet, die komen later op de dag? Ja, later op de dag. Heeft de persen. En u zegt verder doet MSD, de motorsurveillance dienst, escorten. Wat bedoelt u daarmee? De mensen zullen onder begeleiding
vervoerd worden vanuit JAP naar hun bestemming. U bedoelt JAP het vliegveld? Ja, sorry. Ja. Johan Adolf, denk ik. En dat zijn de hoogwaardigheidsbekleders die aankomen? Dat klopt. En dan moet het weg ook vrijgemaakt worden voor hun? Ja. En vanaf wanneer... Als u me gebeld heeft, doe een beroep op de weggebruikers om op te letten. Iedereen gaat rijden met sirene, zwaailicht. Gaat u aan de kant zo gauw mogelijk. Anders kunnen er andere calamiteiten ontstaan. En hoe vaak had u naar Zanderij moeten gaan? Voor hoeveel hoogwaardigheidsbekleders? Tot nu toe hebben we afspraken voor om en bij 40 man. 40 keer op en neer. Nou, en dat is Indira Gandhiweg eigenlijk, toch? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Oh, u mag het niet bekendmaken vanwege veiligheidsredenen. Dat begrijp ik. Maar 40 keer vanuit Zanderij naar Paramaribo, naar Torarica, dat is heel wat. En dat is vanaf morgen. Vanaf morgen, ja. Ik wens u heel veel succes toe, meneer Bullison. En we verspreken u wellicht nog een van die dagen. Oké, bedankt. Graag gedaan. En zo hoorde u Christian Bullison. Hij is hoofd van de Motorsurveillance Dienst.